Ja. Pronostiek? 3-1. Waarom? Ja, we scoren altijd 3 goalen en zonnetje schijnt, dus Mignon is al wel één keer de zonnetje hebben, dus 3-1. Bart? Ook 3-1. Okay. Wat toch ook goed moet meedoen zijn? 3-1 en Mignolet had een beetje verblindsend door te zijn. Man, ben hier al een schoon kleurtje te krijgen. Ja, grijs. En wat denken jullie dat zal zijn van scoren? 5-0. 10-0. 10-0, realistisch, wat denk jij? 100-0. 100-0. 3-1. 3-1, oké, heel goed. Mannen, wat gaan we zeggen met de club? En het staat erop geschreven. Blumenhaan. Ja, Blumenhaan. Blumenhaan. Sfeer zat goed, we voelden ons goed en we gingen ons ook even mengen in de gezangen. 3 op 10 voor toonvastheid, maar een dikke 7 op 10 voor enthousiasme. Genoeg gebonkt en gebeukt, Thanks Fans Festival was leuk, ik kreeg een telefoontje, het was Karel, om af te spreken voor de match. Ja, je zou bijna vergeten dat er nog een match was. Leuk om te zien dat de Club Brugge Foundation in de bloemetjes gezet wordt met alle medewerkers en vrijwilligers. Ja, en de match zelf, voordat we het vergeten. Goed voetbal, heel veel kansen, maar in het begin nog geen doelpunten. Wel veel van dat. En na een half uur volgde eindelijk de 1-0. Eindelijk. Eindelijk. Eindelijk 1-0. Ook in de tweede helft slaten we erin te scoren. 2-0, einde match.